Nou ontsnappen die Bastien Adriaan me toch weer! De man achter de baron, de 71-jarige acteur Paul van Gorkum, is zijn nachtrust niet gegund. 4 of 5 keer per nacht wordt hij uit zijn bed gebeld. Vaak door studenten die een grap willen uithalen. Met van Gorkum. Hallo, spreek ik met de baron van Bastien Adriaan? In het begin dacht ik, god, dat is leuk. Maar nu duurt dat zo ongeveer een jaar. Bijna 1,5 jaar. En gaat het eigenlijk een beetje vervelend worden. En heel toevallig, ik bedoel vanmiddag om 12 uur nog. En dan krijg ik een telefoontje zo in de vorm van... Ja, u spreekt met Bassie. De afleveringen van Bassie en Adriaan worden al 18 jaar herhaald. En de baron kan zijn klok er bijna op gelijk zetten als er weer een aflevering op tv is geweest. Dan staat zijn telefoon namelijk roodgloeiend. Natuurlijk is hij zelf ook jong geweest en begrijpt hij dat er tijdens een borreltje grappen worden uitgehaald, maar inmiddels heeft hij er zijn buik vol van. Diep in mijn hart vind ik het zelf ook geweldig dat ze me herkennen, alleen het is erg lastig. Midden in de nacht. Midden in de nacht, ja. Inmiddels heeft hij maatregelen getroffen. Hij wil geen geheim nummer, maar gewapend met pen en papier en nummerherkenning op zijn telefoon probeert hij de lastpakken nu een halt toe te roepen. Hoewel dat voor sommige bellers niet nodig is, die corrigeren zichzelf. Meneer, begrijp u, we hebben dan een biertje op en dan zien we u op het beeld en dan ja, we gaan hem bellen en we vinden het machtig wat u doet enzovoort. Op zichzelf wel een compliment, maar dat is eigenlijk de enige die een excuus aangeboden heeft. De baron moet echt een beetje bijslapen. Dus daarom nog 1 keertje voor alle fans. Het is de laatste keer dat ik het doe, nu zo op beeld, hè, tegen jullie met het verzoek. Hou op met bellen, want drommels, 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 ik heb mijn nachtrust nodig. Tot ziens.